Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de nieuwe voorjaarscollectie van Catrice testen. Ik hou altijd voorjaar en najaar in de war. Maar in maart begint voorjaar 2022. En elk jaar komt dan zowel Catrice als Essence uit met een nieuwe collectie. Ik heb die van Catrice ontvangen. Van Essence heb ik niet ontvangen. Ik weet niet of dat is omdat hij er nog niet is. Of dat ik hem gewoon niet heb gehad. Maar ik ga nog op onderzoek uit. En zodra ik die vind, ga ik daar ook een video over maken. Maar vandaag gaat het dus over Catrice. En het zijn echt weer een heleboel leuke producten. Ik had ze al gezien online, dus ik wist al dat het eraan kwam. Het meeste heb ik dus ontvangen in PR, maar een aantal producten heb ik nog extra erbij besteld, omdat ik die online zag en niet had ontvangen. En ik dacht, hoe meer producten, hoe meer vreugde. Dus die ga ik ook testen. Het is vandaag een volledige eerste indrukvideo. Ik heb nog helemaal niks getest en ik ben super benieuwd naar alle producten, want het ziet er echt heel erg goed uit en het is Catrice, dus allemaal ook weer lekker betaalbaar. Het wordt denk ik vandaag weer een beetje een lange video, want we hebben veel producten, dus ga er lekker bij liggen, zitten, wat jij wilt. En vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, ik heb vandaag mijn wenkies weer een beetje anders gedaan. Kunnen we het verschil zien? Ik ben meegegaan voor fluffy brows weer. Jullie hebben gezien in mijn clean make-up video dat ik een meer naturel versie had gevonden voor mijn wenkies. Maar ik vond ze toch te naturel als ik echt inging met een full glam. Dus nou heb ik een beetje een in-between gedaan. Ik ben nog wel gewoon gegaan voor de natural fluffy brows, maar ik heb ze wel wat aangezet. En ik vind het echt best wel mooi. Het is echt een combinatie van die hele natural look en mijn hele heavy wenkjes, hoe ik ze normaal doe. Dit is echt de perfecte middenweg en I love it. Let me know wat je ervan vindt. Oké, laten we gewoon snel beginnen, want ik heb een hele cool. Ik ga beginnen met primer. Ik heb hier de Catrice The Perfector Poreless Blur Primer. Catrice heeft een aantal nieuwe primers. Ik heb er hier 2 en die ik vandaag ga gebruiken is de Blurring Primer. Ik heb hier ook de Glowy Primer. Normaal ga ik echt voor iets glowy, maar ik heb nou echt al een heleboel glowy primers. En mijn gezicht is ook niet al te droog meer. Dus ik dacht, ik ga voor blurring en dan zien hoe egaal dit mijn huid gaat maken en hoe het aanbrengt. Alles is ook weer cruelty free en vegan. Nou, wat zijn de claims? Minimaliseert je poriën, zorgt voor een egale en perfecte tan, gewichtloze textuur, soft focus effect, verzorgt je huid met een niacinamide, vrij van alcohol, gluten, olie, parfum en parabenen. Nou jongens, ik ben benieuwd. Ik heb een normale tot droge huid, maar zoals ik al net zei, mijn huid is nu niet al te droog, dus het is oké. Er zit 30 ml in, is een goede hoeveelheid. Ik hoop dat hij niet al te droog gaat zijn. Oké, laten we gewoon een beetje aanbrengen. Het heeft een beetje een lichte peachy kleur. Ik breng het gewoon over mijn hele gezicht aan. Ja, het is echt blurring. Ik zie het gewoon gelijk. Het is wel aan de droge kant. Ik denk dat als je echt een hele droge huid hebt, je dit echt helemaal niks gaat vinden. Maar op zich, het trekt gewoon goed in. Het is niet helemaal zo aan het afbrokkelen. Dat heb ik ook heel vaak met dit soort primers. Als je een vettige huid hebt, dan is dit echt geweldig voor jou, want het maakt echt best wel mat. Laten we snel verder gaan met het volgende product. En over dit product ben ik echt het meest enthousiast. En dat is deze skin tint. Dit is de Catrice Clean ID 24 Hour Hyper Hydro Skin Tint. Ik heb er 2, want 1 kleur heb ik ontvangen in PR, maar die is veel te licht. Dus ik heb een andere kleur besteld. Ik had 010 ontvangen. Ik weet niet waarom ze mij altijd van die lichte kleuren sturen. Maar ik heb dus de kleur 020 besteld en ik denk dat deze goed gaat zijn. En dit is dus een skin tint. Afgelopen jaar is de skin tint hype echt begonnen. Mensen wilden niet meer veel dekking, veel plamuur. Iedereen wilde gewoon een lichtgewicht skin tint. En Catrice heeft daar nou goed op ingespeeld. Ik moet zeggen, ik ben ook echt een fan hiervan. Ik vind het altijd een heel mooi natural effect hebben en het hydrateert en dat vind ik echt top. Hij is echt super goedkoop, 6 euro maar. Deze skin tint heeft ook weer een aantal claims. Gezichtscrème met een lichte tint, lichte tot medium dekking, gewichtloze textuur, perfect om oneffenheden te verbergen, voedt en verzorgt je huid, zorgt voor een egale tint, subtiele glow finish, bevat hyaluronzuur, squalaan en aloe vera, vrij van alcohol, gluten en parabenen. Oké, het is gewoon echt een hele cliché skin tint, heeft dus een lichte tot medium dekking. In mijn ervaring hebben ze gewoon altijd een lichte dekking en het heeft een glowy finish. Nou, ik ben benieuwd. Laten we het gewoon gaan proberen. Ik heb alleen maar dure skin tints, dus ik ben wel benieuwd om een keer een meer betaalbare te proberen. Oeh, hij is nog wel een klein beetje licht. Hij is heel waterig. Oh my gosh, ik heb echt veel te veel aangebracht. Kijk, je ziet hoe het gewoon helemaal naar beneden aan het lekken is. Het is echt best wel waterig. Dit is echt veel te licht voor mij. Laat staan als ik 010 had gebruikt. Maar ja, schijt. Ik ga het gewoon alsnog aanbrengen helemaal. Het heeft een lichte dekking, dus ik hoop dat het gewoon helemaal inblendt met mijn huidskleur, ondanks dat het te licht is. Het voelt echt heel waterig aan. Ik ben nou ook aan het inblenden en ik voel gewoon,
alsof ik gewoon water inblend. Het is heel licht. Het is echt heel lichtgewicht. Heel dunne textuur. Ik zie ook gelijk lichte dekking. Oké, met de kwast blendt het niet echt geweldig in. Ik zie allemaal zo grote strepen. Ik ga er even overheen met mijn spons. Ja, dit is een stuk beter. Nou is het al een stuk egaler. Oké, godzijdank is dit een skin tint en valt het dus niet per se op dat de kleur te licht is. Dat is wel heel fijn. Op zich is dit gewoon een kleur die ik oprecht gewoon zou kunnen gebruiken. Kijk, het is gewoon helemaal ingeblend. Het heeft inderdaad echt een glowy finish, maar door de primer is het nou wat matter. Oké, het is echt heel, heel lichtgewicht. En het heeft absoluut geen medium dekking. Het is echt een lichte dekking, maar lijkt mij wel echt ideaal voor everyday. Ik denk dat als je dit zou combineren met een glowy primer, het echt helemaal zou glanzen. Maar ik vind het op zich wel mooi dat er iets mats onder zit, want dan is het allemaal niet te glanzend, als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, nou, dit ziet er op zich wel goed uit. Het maakt niet super egaal. Het is echt gewoon letterlijk een tint van kleur. Voor de rest is er niet echt iets voor mijn gezicht voor nu. Dus ik ga even concealer aanbrengen, poeder, et cetera. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik heb mijn gezicht gedaan. Concealer, cream contour, cream blush, wat poeder en neuscontour. Wat me al opviel is dat deze primer ain't it. Het is hier helemaal droog. Ik zal even wat beelden laten zien die ik heb gemaakt met mijn phone. Kijk even hoe je al die droge plekken daar goed kunt zien. Daar is het echt heel extreem. Maar ik zie het ook een beetje bij mijn neus en zo. Ik dacht dat de droge plekken kwamen door de primer. Maar ik heb de skin tint ook met een andere primer geprobeerd. En toen waren al die droge plekken er weer. En het begon er helemaal ook af te rollen. Dus het ligt echt aan de skin tint. Die is gewoon echt niet goed. De primer vind ik alsnog ook niet heel fijn. Want ik vind hem gewoon nog steeds te droog. En ik heb hem ook geprobeerd met andere producten. En ja, ik vind gewoon allebei de producten niet fijn. Zowel de primer niet en de skin tint dus ook niet. Voor de rest heeft mijn make-up gewoon goed aangebracht. Ik heb ook een aantal lipproducten. Waarvan ik er eentje nu al wil aanbrengen. Want het is een lipbalmpje. Dit is de Catrice Drunk and Diamonds Plumping Lip Balm in de kleur 010. Dit is dus echt een prachtige lipbalm. Ik heb de kleur 010 en je hebt nog twee andere kleuren, dus drie kleuren in totaal. Ik vind de verpakking echt al prachtig, zo roze en glitters. Dat schreeuwt echt mijn naam. Ik hou van roze en glitters. Maar het mooiste aan deze lipbalm is echt gewoon de kleur en alle glittertjes die erop zitten. Ik zie goud, ik zie paars. Het is zo ontzettend mooi. I love it. Het is dus gewoon een hele licht roze glanzende lipbalm. Dus ik wil die eventjes aanbrengen. Ik heb al een lipbalm op. Die haal ik er even van af. Het voelt echt heel creamy aan. De kleur is wel een beetje licht. Maar het is echt super glitterig. Alleen de kleur is, ja, het is niks voor mij. Want het is te licht voor mijn huidskleur. Het lijkt een beetje wit-grijzig. Misschien gecombineerd met een donkere lippotloodje. Maar lipbalmpjes vind ik juist fijn. Omdat je ze gewoon snel kunt aanbrengen. En je bent klaar. Ik heb geen zin om er nog helemaal in te moeten gaan met iets anders. Dus hij voelt fijn aan. Alleen de kleur, ja, dat is gewoon een persoonlijke voorkeur, staat mij niet zo goed. Maar ik ga het gewoon wel oplaten nu. Ik ga beginnen aan de ogen en ik heb een paletje die echt super mooi is. Dit is de Catrice Pro Hint of Mint Slim Eyeshadow Palette. Dit paletje bevat 14 matte en glanzende kleuren en een mooie spiegel. En het zijn een beetje bruinige kleuren met een aantal mint kleurtjes erin. Ik had dit paletje al gezien online en ik wilde hem halen. Maar ik dacht, ik heb het gevoel dat ik hem ga ontvangen in PR. En dat is ook gebeurd. Ik ben hier heel blij mee, want jongens, deze inhoud. Dit is echt een droompaletje qua deze kleur. Ik vind het prachtig. Een heleboel bruine kleuren, ideaal voor everyday. En dan echt letterlijk een hint of mint. Een aantal van dit soort mintachtige kleuren. Ik vind echt de kleur setup echt heel erg mooi. De kleuren gaan allemaal heel mooi samen. En ik hoop gewoon dat de kwaliteit echt goed gaat zijn. Want Catrice staat niet echt bekend onder de oogschaduwen. Dus ik ben heel benieuwd of ik hiermee een mooie look kan maken. I can't wait. Dus laten we inzoomen op de ogen. Dit paletje werkte echt toppie. Qua pigmentatie had het wel iets beter gekund. Die donkerbruine kleur had wel iets donkerder gekund. Maar al met al voor slechts een 10 euro paletje met echt best wel veel kleuren is het echt super goed gegaan. Die blauwe kleur was ook echt heel heftig. Is ook echt heel heftig. En heel glanzend. Alles blendde gewoon goed in. Ik heb eigenlijk helemaal geen problemen gehad met het maken van de look. So I like it. Dan het eerste product die ik zelf heb besteld. En dat is deze eyeliner. Dit is de Catrice Lash Glue and Eyeliner in de kleur 010 Strong Black.
Dit is dus een eyeliner en wimperlijm in één. Ik heb een aantal van dit soort producten gehad. Een aantal waren goed, een aantal niet. Al met al ga ik toch eigenlijk altijd gewoon liever voor een normale wimperlijm. Omdat die wat plakkeriger zijn. Die werken gewoon vaak beter. En dit soort 2-in-1 producten zijn toch altijd wel een beetje minimaal. En als er iets is waar ik een hekel aan heb, is als mijn wimper losschiet. Nou, dat is echt gewoon niet te doen. Maar we gaan hem dus gewoon vandaag gebruiken. Catrice heeft altijd best wel goede eyeliners. Dus ik ben benieuwd. Dit is de verpakking gewoon heel simpel en zwart. Laten we het aanbrengen. Ik ga gewoon een hele wing maken. Oké, het is echt veel dikker en heftiger geworden dan dat ik wilde. Maar dat maakt niet uit. Dat ligt aan mij. Hij brengt gewoon top aan. Ik voel ook echt dat zijn wimperlijm is. Hij is een beetje plakkerig en wat zwaarder. Ik laat hem even een beetje opdrogen. En dan ga ik nep wimpers plakken. En nou ga ik ook in met deze mascara. Dit is de Catrice Maxit Volume en Length Mascara. Hij is echt super dik en groot. Heel mooi lichtpaars. En ik denk dat dit vooral volume gaat geven. Hij is echt super groot. Kijk even dit. Oké, laat ik hem gewoon gaan gebruiken. Ik moet een beetje snel werken voordat die eyeliner helemaal opdroogt. En dan ga ik nou wimpers plakken. TL4 Foamy lashes van Tati Lashes. Ik ben heel benieuwd of het gewoon goed blijft plakken. Oké, ze plakken echt helemaal niet. Maar misschien komt dat omdat het te veel is opgedroogd. Laat me nog een laagje aanbrengen. Ja, nu plakt het wel. Je moet echt niet te lang wachten, jongens. Je moet ze basically gewoon gelijk opplakken. Ja, het plakt op zich gewoon goed. Nou, de wimpers zitten er gewoon echt op. Dit ging echt heel makkelijk. Ze plakken gewoon goed. Nogmaals, je moet ze gewoon gelijk erop plakken en dan pas laten drogen. Maar het zit gewoon echt goed. Maar ja, de echte test is of ze ook echt goed blijven zitten. Dus ik hou jullie op de hoogte. Deze mascara is gewoon oké. Hij geeft gewoon volume. Ogen zijn dus nu helemaal klaar. Ik ben echt heel blij. Ik vind die kleur mint echt heel mooi zo in het midden. Nou ga ik verder met het gezicht. Ik heb al bronzer en blush aangebracht en ik heb hier een nieuwe highlighter. Dit is de Catrice Glow Lover Oil Infused Highlighter in de kleur 010 Glow Penny. Als het goed is, is hier maar één kleur van. Tenminste, ik zie alleen deze ene kleur online. Dat vind ik altijd wel een beetje jammer. Maar ja, het is wat het is. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Ik denk dat hij een beetje licht roze gaat zijn of zo. Ja, het is wel echt een hele lichte kleur. Hij lijkt wel heel mooi. Maar het is echt een beetje, ja, licht roze. Hij is wel echt een beetje poederig. Het lijkt een beetje kruidachtig. Nee. Hij is veel te poederig. Omdat er online staat oil infused, had ik verwacht dat hij helemaal zo mooi glowy zou zijn. Maar dit is gewoon een beetje kruidachtig. Alsof ik gewoon iets van kruid op mijn gezicht smeer. Het is wel glowy, maar nogmaals, het is niet mooi glowy. Niet op de mooie manier of zo. Nee. I don't like it, jongens. Ik breng het nog wel gewoon zo aan op mijn neus en zo. Maar ik raad hem echt absoluut niet aan. Nee, op mijn neus ook helemaal poederig. Nee, deze is echt niet mooi. Dan als laatste heb ik nog 2 lipproducten. Ik ga beginnen met deze Lip Balm Lipstick. Dit is de Catrice Wild Hibiscus Glow Lip Balm in de kleur 010 Hawaiian Blossom Glow. Ze hebben me echt van elk product de kleur 010 gestuurd. Ik weet niet waarom. En dit is dus een glowy tinted lip balm. Hij is zo roodachtig. Ik denk niet dat er heel veel kleur van afkomt. Nee, ook weer bijna geen kleur. Want ja, het is gewoon een lipbalmpje. Er komt een heel klein beetje rood vanaf. En that's it. Laten we hem gaan aanbrengen. Deze andere zit er echt nog goed op. Ik vind hem echt wel fijn. Ondanks dat ik de kleur niks vind. Ik merk wel dat alle make-up collecties de laatste tijd allemaal een lipbalm hebben. Like, waar zijn de lipsticks? Hij ruikt ook echt heerlijk. Deze is fijn. Ik zie ook echt wel wat kleur. Wat meer kleur dan normaal bij een lipbalmpje. Ik vind hem echt fijn. Als ik voor één van de twee zou moeten gaan, dan ga ik echt voor deze. Hij is fijn. De kleur is mooi. Hij brengt fijner aan dan deze andere. Deze is een beetje wat dunner of zo. Terwijl dit is echt een dikke verzorgende lipbalm. En daar hou ik van. Ondanks dat ik deze verpakking wel mooier vind. Maar ja, het gaat gewoon echt om het product. I like it. Deze heeft echt mijn voorkeur. En dan als laatste voor de lippen heb ik ook een gloss. Dit is de Catrice Better Than Fake Lips Volume Gloss in de kleur 010 Maximum Glow. Shocking, ook weer de kleur 010. Dit is gewoon een clear gloss, dus geen kleur. Maar je hebt hem nog wel in een aantal andere kleuren. En het is dus Maximum Glow, dus het is echt een glowy gloss. En ik zie ook allemaal zo van die hele lichte glittertjes er doorheen. Dit is ook een gloss die je lippen wat voller moet laten lijken. Medium dekking en heel glowy moet zijn. Nou, laten we het proberen. Wow, die lippenbalm laat ook echt een kleur achter. Kijk, het is nog best wel rood. Oké, deze gloss gaat gewoon niet open.
Deze gloss voelt echt aan als een high-end luxe gloss. Terwijl dat is hij niet. Hoe duur is hij? Hij is €3,95, 4 euro. Hij is super mooi. Hij plakt niet. Kijk. Hij plakt helemaal niet. Hij voelt lekker dikkig aan. Ik zie ook allemaal zo van die glittertjes erdoorheen. Ik heb ook het gevoel dat mijn lippen nou iets voller lijken. Ook gewoon echt hoe die aanvoelt. Hij voelt echt heel high-end aan. Ook gewoon deze applicator is echt heel erg fijn. Als deze gloss in een Chanel verpakking zat, dan had ik het gewoon echt gewoon geloofd. Hele mooie gloss. Ik moet zeggen, Catrice is always killing it met de glossjes. En deze is daar ook echt geen uitzondering op. I love it. Dan het laatste product. En dit is een product die ik zelf ook gewoon erbij heb besteld. En dat is deze fixing spray. Dit is de Catrice Ultra Lash to Fixing Spray. Oké, dit is dus een fixing spray die ervoor zou moeten zorgen dat je make-up 18 uur lang goed blijft zitten. Ik ben benieuwd. Wat zijn de claims? Zorgt voor een extreem lange fixatie. Laat je make-up tot 18 uur lang goed zitten. Transparant, waterproof. Voorkomt vlekken op je make-up. Voelt comfortabel aan. Vrij van alcohol en parfum. Oké, laten we het gaan proberen. Het ziet eruit alsof het niet fijn gaat sprayen. Oké. Dat is ook echt gewoon precies wat er is gebeurd. Ik wist het. Het zag er gewoon uit van dit gaat agressief zijn. En dat is het ook echt. Er staat online voorkomt vlekken op je make-up. Maar ik zie letterlijk gewoon nou vlekken op mijn make-up omdat hij zo agressief was. Nee, I don't like it. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele nieuwe Catrice collectie. Wat vonden we ervan? Let me know beneden in de reacties ook wat je vindt van deze make-up look. En wat ik echt zeker weten aanraad is dit paletje, deze lip balm en deze gloss. Deze drie zijn echt de winnaars van vandaag. Nou, al met al was het een best wel oké collectie. Er was meer goed dan slecht, dus daar ben ik altijd heel blij mee. Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Laat me weten wat jullie ervan vonden. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!